Maar ja, ik hoop natuurlijk echt niet dat ze droezel gehad heeft. Het kan ook gewoon zijn dat we in een droom waren. Hi, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is op dit moment donderdag 30 januari. En ik sta op dit moment bij op stal. Ik kom net uit school, 3:30 ongeveer, iets langer. En ik heb zo les op Tira van Sharona. Om 4:00, dus over 20 minuten. En Tira die staat even aan de overkant te staan. Ik heb ze net helemaal gepoetst de hoef gedaan. En we hebben eten gedaan, uitgemest. En ja, ik ga zo rijden. Ik ga zo even de zadel en zo pakken. Let niet op de kast. Ja, nee, hij is eigenlijk niet heel... Hij is gewoon netjes op zich. Jongens, wat is dit? Is dat zeep of zo? Wat is dat? Ik kan niet zien. Waarom staat dat hier? Oh, ik weet het ook niet. Of is dat die spul? Oh. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Het is gewoon zeep of zo. I don't fucking know wat het is. Maar maakt niet uit. Helemaal confused, maar maakt niet uit. Ik ben nu dus in de kast. Ik kom nu uit de kast. Oké, dit was echt heel slecht. En met welk dekje zullen we gaan? Ik ga met deze. Dat is echt heel vies. Kijk nou. Godver. Tira denkt echt dat het weer zomer wordt, want ze verhaart echt onwijs. En het is echt niet goed. Dus ja, ik pak af de hoestel, maar ik kan er niet bij. Ja. Hij is een beetje klein. Een hoofdstel pakken, maar ik kon er niet bij. Ik ga wel even hangen. Wat? Oh, je hebt een mooie arm. Ja. Een jas aan de muren. Maar wat is dat? Je batterij is volgens mij bijna leeg. Wacht, oh ja, dat kan wel. Ik weet niet. Ja, hij is wel gewoon nog jammer. Maar mam, ja. Wat is dit? Het is een vertier in de zee of zo. Ja! Nou jongens, zit nu op het diertje, maar het was net even paniek, want... er is natuurlijk droes op stal. En we letten nu heel goed op temperatuur. We moeten elke dag temperaturen en zo. Maar ze had dus 38,6 met onze thermometer. Toen had ze met die van Sharona van de Kruis, dat had ze 37,7. Had ze met Sharona's andere thermometer weer 38,5. Toen had ze weer 37,8 of zo met eentje. Uiteindelijk weer 38,1 of zo. En we hebben echt 100.000 thermometers in de reet gestoken. Ja, maar 38,5 is het meest gemeten. Ja. 3 keer. Ja, dus we maken ons best wel zorgen. Maar ja, ik hoop natuurlijk echt niet dat ze droezel gehad heeft. Het kan ook gewoon zijn dat we in een drol zaten. Ja, gewoon in een drol zaten te peuren. Ja, dus ik hoop dat het echt is. Maar ja. Nou ga je lessen. Zo, van Sharona, die gaat heel hard gillen. Het is lastig nu, hè, met de wind. Ja. Wat is lastig met de wind? Het horen van de bakrandingen. Oh, dat is het horen van de bakrandingen. Hoor jij bij de bakstof? Ja. Maar je moet niet eens windproef rijden. Ik ga er zo overheen. Nee, joh. Zie je het er niet over? Nee, die stopt waarschijnlijk op het einde, omdat hij niet weet wat de kant hij op moet. Want die denkt, vrouw, wat wil je nou, papa? Ja, want dat weten de kijkers nog niet. Maar wat ga jij doen, Sharona? Nou, ik heb zoveel respect voor wat dat meisje doet op die pony. Ik rij al... zo, moet ik even denken hoor. 27 jaar. Ik ga blind een proef rijden. Ja, en ik moet gaan bellen. Ja, gelukkig ga je op Sieven, niet op Tira. Nee, precies, want anders zou ik niet durven bellen. Dan wordt een heel leuk filmpje kijken. Ja, dat wordt wel. Maar dat doen we met mooi weer, hè? Ja, als er geen wind staat. Doe ik even mijn levensverzekering aanpassen, want gaan we. Doe je ons dan gelijk erin zetten als begunstigde? Ja. Nou, oké, dit was weer leuk. Ja, oké, Marientje. Gewoon rustig draven, rustig liggen rijden. Netjes rechtop zitten. Goed zo. Proberen iets los te laten op je buitenteugel, zodat ze netjes recht kan lopen. Goed blijven voelen. Juist. Ietsjes meer terug in tempo. Dus dan ga je langzaam liggen rijden. Maak jezelf wat zwaar. Ja, keurig. Voel je dit? Het enige wat je hoeft te doen is langzamer te gaan liggen rijden en je gewicht nog verplaatsen naar je buitenste been. Juist. En weer langzaam liggen rijden. Gewicht naar je buitenste been. Een beetje landen op je buitenste bil. Goed zo. Hou je onderbenen netjes op zijn plek. Juist. En let erop dat je daarop wel recht blijft zitten. Dus niet dat je met je bovenlijf. Wat een teugje met een paard. Ja, hè? Oh, daar sta ik op. Ja. Nou, dat zeg ik dus ook altijd. Het is met de
tank. En dit ritme wat je nu hebt, dat moet je blijven voelen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kijk, en daar gaat ze weer gas pakken. Dus wat remmen. En als ze weer terug is in het tempo en hetzelfde ritme, dan laat je er weer los. Juist. Keurig tip. Dit is goed. Maak je een voltje bij de C. Dan moet jij blijven kletsen. Daar ben je nu. En dan blijf ik praten zodat je weet waar wij zijn. Draai maar. Juist, netjes. Draai. Ja, gaat goed. Dat had ik je even moeten zeggen. Zij gaat altijd om ons heen. Achter je langs? Ja. Ja. Dus dan moeten wij wat meer naar binnen gaan staan. Ik stond het al, alleen jij nog niet. Okay. Jij moet wel instructies geven, hè? Goed zo. En probeer op het moment dat het kan je teugels ontspannen te houden. Stel nou dat ze struikelt, dan heb je je handen gewoon los en ontspannen en dan trekt ze jou niet mee. Goed zo, houd het ritme, houd het tempo. Duidelijk staan, Marien, duidelijk zitten. Juist, hoog, staan en zitten, staan en zitten, staan en zitten. Juist, maak je het. Je ziet het gelijk aan die pony, hè, wat er gebeurt. Staan en zitten, juist. En als ze harder gaat, ga je duidelijk zitten. Voel je nu wat je doet? Staan. Ook als ze harder gaat, ga jij mee in haar ritme. Dus je blijft staan, je blijft zitten. Maar je gaat je gewicht wat verplaatsen naar buiten. Ho, we gaan doen. Juist, en rennen. En weer ontspannen. En langzaam weer licht rijden. Dus je gaat wat zwaarder zitten. Oh, die heeft morgen spierpijn. Oh. Juist, iets remmen aan de voorkant. Remmen door, want ze wordt nu ongehoorzaam. Juist, neem de regie. Kijk ze trekken, krijg ze trekken met het hoofd. Goed zo, braaf. En niet gelijk helemaal losgooien, hè, daarna. Want dan krijgt ze alle ruimte weer om te gaan. Dus hou contact met die voorkant zonder dat ze te zwaar wordt. Gaat ze. En remmen. Remmen, 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 remmen. Juist, en ontspannen, maar hou contact. Remmen, remmen, remmen. God, wat is de paak ziek. Ik denk dat we in een drolletje zaten. Ja, dat denk ik ook hoor. Deze pinkhorst, dat kan ik je wel zeggen. Juist, hou het tempo. Ga op zoek naar dat basistempo. Ja, weer een lijn te maken van je hoofd naar je schouder, naar je elleboog, naar je heup, naar je hak. Je ziet alles zo ontspannen. Ja, klunk, 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 zag je net. Schitterend, zo ja. Juist, nou inademen. Uitademen. Wegstappen. Niet helemaal loslaten. Hè? Hou contact. Hou verbinding. Juist. Die... Ga naar de hoefslag toe. Die pony weet niet wat er overkomt, hè? En weer een keer stilstaan. Remmen, 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 remmen. Hou contact. Buiten teugel, binnenbeen. Hou hem recht. Juist. En weer hoog. En weer hoog. Heup en hiel. Hoofd, schouder. Hak, elleboog. Heup. Oh ja, elleboog. Heup. Hak. Juist. Zo ja, nou zit je recht. Hakken naar beneden duwen. Juist. Daar, benen lang maken. Goed. Adem in. Adem uit. Hou contact aan die voorkant. Stap rustig weg. Juist. En weer stilstaan. Zijn. Daar loopt ze echt wel doorheen. Zeker sieraden, daar ben ik van overtuigd. Altijd zorgen dat je de mond blijft voelen. Sierra is boos. Langzamer stappen. Oh, remmen en weer los. Remmen en weer los. Goed zo, draaf je weer aan. Niet losgooien, hè? Niet losgooien, gooi er weer los. Voel je het? Juist en weer hoog. Recht zitten. Binnenbeen eraan, anders gaat ze opzij. Inademen. Hoog.
Hou contact. Ja, rem maar een beetje door. Juist dit. Hou contact, hoor. Juist. Remmen. Ja, remmen. Juist. En weer een beetje ontspannen. En dat ontspannen is dan alleen stoppen met knijpen, hè? Dus niet helemaal losgooien, want zodra jij nu losgooit, is zij weg. Juist, goed zo. Duidelijk gaan staan. Ja, goed gedaan. Duidelijk gaan staan. Duidelijk gaan zitten. Goed zo. Teugels iets korter. Hand wat naar voren. En weg is het. Ja. Je hoeft hem maar dit een ruimte te geven. Dit is netjes hoor, Marie. Goed zo. Is ook zo editen dat je mijn volume wat naar beneden zet. Ja. Fijn. Ja, dan kom zo. Keurig. Adem in. Adem uit. En lachen. Kijk te lachen. En draaf weer aan. Juist. Niet loslaten. Zie je dat hoofd altijd naar beneden als het gaat draven? Maar dan op het moment zeg maar dat ze aangewakkerd wordt aan de achterkant, duikt zij als het ware gelijk naar voren. Ja. Oh, ik moet wel blijven filmen. Ik zit naar jou te kijken. Ik zit gewoon de adem te filmen. Nee, keurig, Marie. Goed zo. Zorg ervoor dat die regie van jou blijft. Het is jouw tempo en niet dat van haar. Juist. En daar ga je constant remmen als het hard gaat. Ontspannen als ze er netjes luistert. Goed zo. Ze begint er gewoon van te kwijlen. Netjes. Goed zo. Rij je dadelijk een voltetje. Juist. En zorg ervoor dat de tempo op die volte voor jou blijft. Waarschijnlijk wanneer je die volte instuurt, loopt ze onder je vandaan. Hou daar rekening mee. Knijp in die teugels. Juist, knijp in die teugels. Keurig dit. Mooi. Heel goed. Knijpen, vooral in die buitenteugel knijpen. De kant van het hek. Dat is jouw rem. Knijp in die buitenteugel. Langzaam licht rijden. Heel duidelijk staan. Nog duidelijker gaan zitten. Ja, en remmen. Ja. Hé, hey, keurig! Beloon me maar! Oh, dan moest je niet gelijk wegrennen. Goed zo. En Marientje, altijd belonen met je binnenhand. Waarom? Je buitenteugel moet je altijd vast blijven houden, want dat is je rem. Goed zo. Voor jou het allerbelangrijkste is nooit losgooien. Zeker niet bij haar, want ze draait de losgooien ze weg. En heb je mazzel, deze gaan niet rennen, maar het is wel tank. Dus dat pak ik aan en dan krijg je de vrijheid en je denkt, jippie! Nee, gaan we op deze kant hetzelfde doen. Zet je er dadelijk eerst weer een keer stil. Juist, niet te ver met je boven, blijf terug naar achter op het remmen. Maar gewoon knijpen in je neus. Kijk, nou kom ze naar binnen. Nou heeft iedereen de neiging om naar buiten te gaan sturen. Als jij er naar buiten stuurt, dan gaan we voor met juist meer ruimte om met de schouder mijn kant op te komen. Teugels korter. Blijf je buitenteugel staan. Even druk op je binnenhand. En je gaat met je binnenbeen er tegenaan. Dus je binnenbeen omsluit haar ribben. Hoofd. Schouder. Elleboog. Eén lijn. Bekken. En je hielen. Daar zo ja. Adem in. Adem uit. Hou contact aan de voorkant. Stap weg. Nee. Ja, voel je nu wat ik deed? Dat is jouw valkuil, hè? Niet loslaten. Ze kan daar echt wel doorheen stappen. Dus je houdt contact met die teugels. Loslaten, hè? Want ik zie gelijk die teugeltjes los. Hou contact. Blijf die mond voelen. Oké, rij maar een volte. Let op de tempo. Maakt niet uit waar. Ik zal je helpen. Je gaat nu naar de korte zijde en dan pak je hem bij de C. En let weer op het moment. Dat geeft niet. Als je die volte inzet, blijf paraat op het moment dat ze onder je vandaan lopen. Juist, dan gaan ze. Opvang, juist. Knijp in je teugels. En dan weer ontspannen. En nou hou je gewoon contact met die mond. Maar minder hard knijpen in die teugels. Dat is je ontspanning. Goed zo. Uit de lange zijde ga je pas je bijdraven. Na die lange zijde ga je weer rennen. Niet toestaan, hè? Hou contact. Draaf maar weg. Juist, en weer terug. Knijp in de teugels, remmen, duidelijk zitten. En weer op. Ja. Oh, nou sta je gewoon bijna stil. Keurig. Goed zo. En nu is het aan jou om te gaan leren daarin te gaan doseren. Hoe
leren. Ook al gaat ze een tandje harder en zitten we nu in level 2, maakt niet uit. Al gaan we in level 26, start dus tempo maakt niet uit. Weer eens netjes. Goed zo. Wat je nu gaat doen is nog langzamer licht rijden en je gewicht verplaatsen naar je buitenste been. Duidelijk staan, duidelijk zitten. Ja, moet jij eens opletten wat er gebeurt. Licht kneep in je buitenteugel. Deze kant is wat moeilijker voor Tira. Daar weet ik alles van met het longeren. Ja? Ja. Oké, ik ga nu niks zetten. Oké, draaf maar aan. Ja, die blijft vast. Die goed blijft zo, vast. Netjes hoor. Het was even een test om te kijken of je er los ging gooien. Dat deed ik niet. Nee, dat deed je niet, dat zag ik. Ja, en we hebben het bewijs. Je niet meer draven, voel je dat? Oké, oh, dat is een beetje veel. Ja, en weer los. Goed zo, ze snapt nu het principe. Dus je kan iets minder lang remmen om te kijken of ze daarin terugkomt. Dan heb ik liever dat je 3 keer kort remt dan 1 keer flink doorremmen. Het doorremmen doe je alleen in het begin op het moment dat ze onder je vandaan tankt. Goed zo, gaan we dadelijk van hand veranderen. Gaan we een galopje meepakken. En dan gaan we in die galop hetzelfde doen als in die draf. Opletten dat voordat ze gaan galopperen, dat ze niet gelijk al harder gaat. Zitten. Denk weer aan de verhouding met je hoofd, schouders, ellebogen, heup. Juist. Goed zo. Geef niet. Naar die hoefslag sturen. Stuur maar naar buiten. Binnenbenen omheen. Juist. Probeer eens minder te gaan hangen aan je teugels. Meer onafhankelijk zitten. Juist. Zitten. Los in de bekken. Beweeg maar mee. Draaien, 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 draaien. Ja. Goed zo. Even rustig draaien. Stuk. Goed zo, keurig. Juist, en dan volte bij de zee. Kom moeders. Oh ja, dankjewel. Draaien, draaien, draaien. Buitenhand ontspannen, buitenhand ontspannen. Geef niet. Weer rustig naar die draf. En dan spring je er opnieuw aan. En been. Ja, want dan wordt ze te zwaar aan die voorkant, hè. Dan gaat ze hangen. En op het moment dat ze daarin gaat hangen, duik ze vol op die voorhand. En dat is het punt waar zij gaat struikelen. Dus eerst even jouw tempootje, schat. Zorg weer dat het tempo voor jou wordt. Dus neem die regie weer over. Juist. Ontspannen. Inademen, uitademen. En weer stappen. Juist. En weer draven. Jouw tempo. Duidelijk inademen. Opletten op het moment dat je knijpt, dat je dan niet in je beugels blijft staan.
stilstaan tegenwoordig. Ja, niet zo ver fijn, te lopen. Dus lopen. Ja. Goed gedaan hoor, stap dames. Stap even af en hou in die drol zelf. Wil je dat zelf even opruimen alsjeblieft? Waar hou je pony wel vast? Het is vandaag de volgende dag en ik ga zo naar... Oh, sorry. Ik schrok. Ik wilde zeggen, ik zit hier van je. Oh, ik schrok. Ik wilde dat niemand het door had, maar het mislukt. Ja, nee, maar ik ga zo naar school. Ik heb mijn Willy eigen trui aan. Alleen hij is wel groot, maar dat hoort natuurlijk. En ja, dat eigenlijk. En ik had gisteren les en ik ben zo blij. Ik ga nog even zo Sharona appen dat ik echt heel blij ben. Ik vond het echt, ik weet niet man, ik geniet altijd van Tira en sinds ik Tira heb, geniet ik gewoon veel meer zeg maar en ben ik blijer en heb ik gewoon zeg maar meer naar mijn zin en zo en ik heb het altijd naar mijn zin met Tira, maar gisteren, ik heb nog nooit zo genoten op haar, dus ik ben echt helemaal happy. En ik zou eigenlijk zondag weer gaan, maar dan kunnen wij niet, dus ik ga er pas volgende week ergens voor zien. Helaas. Maar en ik heb dan volgende week heb ik weer les. En nu even elke week heb ik gewoon les. Elke donderdag. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Want ik wil echt verder met haar in dressuur ook. En ik zat gisteren gewoon met nul angst. Dus dat vind ik ook echt heel fijn. En trouwens qua temperatuur. Zoals voor het rijden 38,5 en na het rijden 39,1. Dus dat is wel echt kort. Maar dat is ook wel normaal als ze inspanning heeft gedaan. Want als je paard heeft gewerkt kan het gewoon oplopen tot 40 graden. En dan is er nog steeds niks aan de hand zeg maar. Maar ik was wel een beetje zo van, ja, is het wel goed wat ik nou heb gedaan, weet je wel. Ik voelde me wel een beetje een soort van, ja, hoe zeg je dat, een beetje bezorgd. Maar gisteren is Sam weer naar stal gegaan, heeft eventjes snel getemperatuurd en was er 37,9, dus dat is gewoon weer helemaal toppie. Dus ik ben echt weer blij. Ik weet niet waarom ik trouwens met mijn sleutels in mijn handen zit. Oh ja, die moet ik niet vergeten voor school. Hoor. Maar ik hoop ook dat jullie deze video leuk en leerzaam vonden. Ik in elk geval wel en tot de volgende keer. Doei doei!